Wat kan ik zeggen? Wauw. we gaan nu overgaan tot de Q&A-sessie. Dus ik wil je dan graag Chris, Jorgi en Joris erbij halen. Dus we gaan een aantal vragen en zo van jullie hier opnemen. Er gaan twee micro's rondgaan. Ik kan het zelf niet goed zien. Maar ze gaan normaal gezien in de gaten houden en dan bij u komen en verhoorden van ontvangst. Dus ja, als de eerste persoon klaar is met de eerste vraag. Bedankt voor de vanavond. De vraag dat ik heb voor de Chris. Ben je nog altijd voorstander voor de stabiliteit in de economie? Ja, ik zelf persoonlijk wel, maar ik vertegenwoordig daarmee niet de mening van de Zeitgeist Movement of zo. Ik blijf geloven dat Zeitgeist heel belangrijk is om die awareness te creëren, om mensen eigenlijk uit hun lethargie te halen. Wij geloven dat het systeem moet zijn zoals het is, omwille van genetische redenen bijvoorbeeld. Maar hoe we uit het systeem kunnen geraken, ik geloof bijvoorbeeld zelf persoonlijk dat we binnen het systeem met beleidsmakers oplossingen kunnen vinden. En daarbij geloof ik bijvoorbeeld in de hefbomen die we al dikwijls besproken hebben, namelijk kwalitatieve versoepeling, dus echt investeren in alternatieven, mensen de keuze laten om uit een monetair systeem te stappen, gradueel, minder te werken, zelf in te staan voor de opvoeding van hun kinderen, zelf de verzorging voor hun ouders op te nemen, iets in een community te steken om ook uit die community iets terug te krijgen, vrijwilligers hulp bemoedigen, wetten rond intellectuele eigendom gaan afbouwen, democratische principes veranderen, zoals intercratie of participatiedemocratie. Ik blijf geloven dat dat een mogelijkheid is. En ik geloof ook in de gesprekken die we hebben, dat daar beleidsmakers oren naar hebben. Volgende vraag. Ja, het is misschien een domme vraag, maar zijn jullie de hoofdstukcoördinators, zo chapter coordinators? Totaal nieuw. Well, ik ben momenteel de coördinator voor het Bergse chapter. Momenteel werken we ook maar met één coördinator en backup coördinators. Momenteel zijn het Joris en Arne. Ze zijn de backup coördinators voor België. Moest ik wegvallen of moest ik op vakantie zijn? Ik weet nooit. Een tweede vraag. Hoe groot is de organisatie eigenlijk in België? Want ik ben al over de website geweest, maar ik heb nog maar een week geleden gehoord. Dus het zou makkelijk zijn als je het zo direct kunt zeggen. Wel, we zijn redelijk jong. We zijn nog geen jaar oud in feite in België. We tellen nu 300 leden, dat zijn eigenlijk 300 inschrijvingen op onze website. Natuurlijk zijn dat niet allemaal mensen die actief mee aan de beweging helpen om die te groeien. Sowieso, de mensen die zich inschrijven zijn ook wel bewust dat om te helpen moet je eigenlijk gewoon erover praten met je vrienden en familie. Het is niet per se dat we een bepaald systeem willen uitbouwen. We willen gewoon momenteel gewoon het bewustzijn ervan verspreiden en mensen... Ik ga niet zeggen wakker maken, maar mensen bepaalde zaken proberen te doen inzien die ze anders voor niet inzagen. Ja, tegenover Chris, die daarnet over de economie had. Deze film, en ik ben absoluut pro dat begrip, begreep me niet verkeerd, maar die film gaat over anarchisme. Hoe kan je dan uit het politiek systeem de wereld verbeteren? Dat gaat niet. In mijn persoonlijke mening natuurlijk. Ik denk dat er een gevaar schuilt, maar ik zeg het nog eens, dat is mijn persoonlijke mening. In bijvoorbeeld gewoon toekijken hoe het systeem blokkeert of steeds moeilijker draait. Ik vraag mij af op het ogenblik dat het zover is,
of er dan nog middelen zijn om bijvoorbeeld een resource-based maatschappij op te bouwen. Gaan daar genoeg mensen zijn die op dat ogenblik hun schouders daaronder zetten, of gaan dan mensen puur aan overleven denken? Ik geloof nog altijd heel sterk in de gesprekken die we hebben, zowel met economen, psychologen, sociologen, waar we niet spreken over zeitgeist, maar waar we gewoon enkele basisprincipes en een andere kijk brengen op economie, zie ik dat men daar oor voor heeft. Dat kan ik alleen maar herhalen. Vandaag steekt men bijvoorbeeld door kwantitatieve versoepeling, ik weet niet hoeveel geld in economie, maar men kan dat geld ook steken in het opbouwen van die infrastructuur, reusable energy, lokale infrastructuren, waarbij je kan participeren. De mensen waarmee we spreken, hebben daar oren naar. En daar zal wellicht een werkgroep opgestart worden om daarover te debatteren, te discussiëren. Dus we merken dat daar heel goede respons op is. Die mensen zien ook dat er problemen zijn. Andere vraag? Volgende vraag? Wel, ik heb een vraagje in verband met energie. Technologie en energie neemt een heel belangrijke plaats in binnen de Zeitgeist-beweging, zeg maar. Maar in de film wordt enkele keer herhaald dat de technologie vandaag al klaar is voor een resource-based maatschappij. Maar hernieuwbare bronnen zijn dat in mijn ogen totaal nog niet. Je hebt nog grote problemen met windmolens, bijvoorbeeld aluminiumproductie is zeer vervuilend. Je zit met geluidsoverlast in de oceaan, slagschaduw enzovoort. Bijvoorbeeld zonneceltechnologie is totaal nog niet matuur. Het bouwen en afbreken van zo'n zonnecellen is die energie die daarvoor nodig is bijna equivalent aan hetgene wat dat kan opbrengen op dit moment enzovoort. Hoe gaat u daarmee op of wat verwacht u op dat vlak? Ik vertrek eigenlijk van vandaag. De wereld draait vandaag zoals hij draait. Niet alles is slecht. We maken op verschillende vlakken vooruitgang. Echt menselijk bekeken, als menselijk ras, is er een achteruitgang. We geraken onthecht. We zijn meer en meer bezig met jobs die eigenlijk niet relevant zijn. Marketing, advertising, noem maar op. Maar niet alles is slecht. En als je deze vraag stelt, dan denk ik van, goed, als we al eens de mechanismes die bepaalde vooruitgang tegenhouden weghalen, kan het alleen maar sneller verbeteren. En dan denk ik bijvoorbeeld aan voorbeelden van batterijtechnologie, patenten die bij petroleummaatschappijen zitten. Maar er zijn toch ook inherente beperkingen? Gewoon fysieke beperkingen waar we gewoon niet overheen kunnen. Natuurkunde die gewoon ons beperkt in onze mogelijkheden. Maar wat wil je dan zeggen dat het vandaag... Misschien een bijkomend vraagje. Stel dat u uw perfecte resource-based maatschappij heeft. Mm-hmm. Op welke wereldbevolking doet u dan? Hoeveel mensen zouden er daarin kunnen leven op de aarde? Ongeveer. Dat weten we niet. Er is misschien een draagcapaciteit voor 20 miljard, 30 miljard mensen. Toch zoveel, hè? Dat weten we niet, maar sowieso, birth control is een van de parameters die we in handen hebben. We zien naarmate culturen educatie ondergaan, dat daar betere controle over is. Waar er vandaag geen controle is over birth rates, zijn daar waar er niet voldoende ontwikkeling is op niveau van educatie, hygiëne, gezondheid, voorlichting. Dus waarom zou dat niet controleerbaar zijn? Gedurende de 20e eeuw was er een psychosociale ontwikkeling uiteindelijk van het zelf. Hoe gaan we eigendomsrecht los daarvan koppelen? Want tegenwoordig in het individualisme ben je meer wat je hebt dan wat je uiteindelijk kan en bent. Hoe gaan we dat psychosociale daaruit loskoppelen? Dat is mijn vraag. Well, sowieso draait het om een bewustzijn.
je moet de wereld zo kunnen inzien dat zolang dat je blijft met het materialistische gedachtegoed, gaat je constant die negatieve connotatie blijven behouden. En het zit hem allemaal in het hoofd. Dus dat eigendomsprincipe, zolang dat je dan toegang hebt tot al je benodigdheden, heb je dan in principe heb je die dan eigenlijk nog nodig? Dat is eigenlijk de vraag. En op het moment dat je dat beseft, dat je er eigenlijk geen nood aan hebt om zaken te bezitten, waar je eigenlijk slaaf van bent, want je moet het onderhouden, je moet het beschermen. Op het moment dat je daar afstand kunt van nemen, denk ik dat je al een heel stuk verder zit. Ja, inderdaad. Maar op het einde van de film eindigen we eigenlijk in pure anarchie, doordat de volledige structuur onderuit gehaald wordt. Wat dan nog een onderscheid is met anarchisme, het is eigenlijk een totaal ander concept, maar dit terzijde. Maar het volgende beeld zien we dan meteen hoe dat alles zou moeten zijn. Maar daar is er totaal geen antwoord voor. Vooral omdat de tijdspanne waarin dat alles moet gebeuren eigenlijk zeer kort is. Ik denk dat het belangrijkste vandaag is die awareness. Mensen moeten weten dat er alternatieven zijn. Wat de oplossingen zijn, of het de dingen zijn waar wij aan werken met policymakers, werkgroepen opstarten, of het is een grotere ommekeer, een plotselere ommekeer, weten we niet. Wat je hier in de film moet weten is het einde. Ik denk niet dat het de bedoeling was om een idee te geven dat het zo zou kunnen gebeuren. Ik vind het zelf niet realistisch dat we op zeker moment met voldoende mensen zijn die geld gaan terugleveren. Dus ik geloof niet in de anarchistische optie. Maar wat belangrijk is dat het bij die awareness moet beginnen. Mensen moeten weten dat we in een maatschappij leven, in een structuur leven die op zich organisch gegroeid is, op basis van menselijk gedrag, stap voor stap, iteratief. Maar vandaag is het menselijk gedrag eigenlijk veel meer afhankelijk van die systemen en die structuren. Dus we zijn in een soort van valkuil gelopen. Daar heeft niemand schuld aan. Die structuren die hebben heel veel bijgebracht. Die hebben ook de technologie, de kennis, de inzichten bijgebracht die we vandaag nodig hebben om fundamentelere dingen te veranderen. Dus dat is op zich niet de vraag. Het is gewoon een valkuil waar we ingelopen zijn. En zoals er veel revoluties, evoluties en dergelijke gebeurd zijn, denk ik dat we aan toe zijn aan een nieuwe evolutie, misschien wel een radicale. Ik heb nog een andere vraag. Over de sector of in de toekomst of korte termijn, wat er de moeite is voor de investeren, tegenwoordig is daar nog geld aan, toekomst alleen maar energie, wat er vandaag de dag de relevante sectoren zijn, productie, chemie, ik weet niet, economie, niet dan, waar we aan kunnen bijdragen of andere zaken? In welke sectoren of industrieën kunnen we investeren? Ik denk dat energie een belangrijke is, maar vandaag zie je die tegenkrachten, dus profit-driven investments, zijn niet noodzakelijk de beste of meest massale of krachtigste manieren om echt de energiesector te veranderen. Men moet nu bijvoorbeeld door middel van wetgeving al die ecologische, energetische klemtonen gaan leggen, maar eigenlijk is dat tegenstrijdig met het systeem zelf. We worden vandaag nog altijd beloond door hebzuchtig te zijn en accumulation of wealth toe te passen. Dus als je vandaag als investeerder of ondernemer begint, het is moeilijk om in deze geest iets te doen. Je moet nog altijd profit-driven denken. Dus ik denk dat er synergieën mogelijk zijn. Bijvoorbeeld, ik zelf ben betrokken als aandeelhouder in een bedrijf dat investeert in bijvoorbeeld technologie ter ondersteuning van ouderen. Sta ik daar zelf achter? Ik sta daar achter in de mate dat het systeem het toelaat. Maar ik moet winst proberen te maken. Dat blijft een hoofdzorg voor mezelf, voor mijn vrouw, voor mijn kinderen. Dus ik denk ook niet dat we naar elkaar moeten kijken en zeggen, geef het goede voorbeeld.
Nee, ik denk dat we realistisch moeten zijn. En daarom dat ik geloof dat die awareness de eerste stap is. We moeten allemaal samen dit begrijpen. Ik ben niet bereid om als eerste mijn geld daar te gooien als ik niet voldoende zekerheid heb dat iedereen mij volgt. Dat is nu eenmaal het kuddegedrag. Oké. Eén statement van iemand en dan is het gedaan. Real quick, I'm sorry if I say this in English, because yeah, my Dutch level isn't good enough. We heard some nice applause at the end of the movie, but I think we should applaud these guys and all the people who made this happen. Because make no mistake, all the people in the movie are really trying to help. So I think it's really important to say to those guys, congratulations and thank you. Voilà, ik wil ook onze panelleden Jorgie, Chris en Joris bedanken voor zo goed mogelijk de vraag te beantwoorden. We gaan hierna nog even in de Sphinx Café zitten, waar we dus nog verder discussie kunnen voeren. Ik ben er zeker van dat er nog veel mensen vragen hebben. Dus vergeet ook niet, met de formulieren kan je ook daar nog een vraag noteren en dan gaan we per e-mail jullie daar zo goed mogelijk op proberen beantwoorden. Dus voilà. Voor de rest, ja, ik wil jullie zo bedanken voor je talrijke opkomst. Ik hoop dat jullie hier weer van genoten hebben als ons. En ik wil afsluiten met een quote van Carl Sagan, een bekende Amerikaanse astrofysicus. Ik zal het op zijn manier proberen zeggen. We are one planet. Wij zijn één planeet. Dank u.